We zijn enorm geschrokken, dat op de eerste plaats. Het is niet niks wat uh, daarin gesteld wordt. En wat gaat u nu doen? Nou, dit betreft natuurlijk de integriteit van ons gemeentebestuur, uh, van raadsleden, uh, wethouders. En uh, ja, in dat geval kunnen wij en wil ik ook niks anders dan een uh, onafhankelijk integriteitsonderzoek en een fraudeonderzoek uit te zetten.